Thank you for the friendship that you brought. Feeling down for lost in Dankjewel. En toen was het kerst en ging de school op slot. En mochten de ouders van groep 8 en de kinderen van groep 8 niet meer naar onze school komen voor de open dag. Hoe lastig is dat? Een school kiezen zonder dat je er bent geweest. Wij vonden dat ook zonde. Wij hadden jullie graag ontmoet hier op school. Maar we gaan het nu allemaal digitaal doen. Ik ga jullie nu ook digitaal toespreken. En hopelijk mogen jullie dan toch nog een keuze maken. En op het Rijks mag je bij die keuze ook nog een aanpassing doen. Als je al gekozen hebt. En dat zou fijn zijn, denk ik. Ik ben Leon de Rond, de rector van de school. En ik ben trots op mijn school. Trots op mijn mensen. Trots op de docenten, de leerlingen die hier samen de school maken. Die sfeer creëren. Ook nu nog, nu het digitaal is. En ze toch met elkaar kunnen lachen achter de camera. Fijn dat dat zo kan. De school bestaat al heel lang. Kijk maar naar deze foto. Het is de eerste rector noemde deze school een even aanlokkelijke, maar ook doelmatige studietempel. Wij zouden zeggen een aantrekkelijke school waar je goed wordt voorbereid op de toekomst. Dit gebouw wat je hier ziet staat er nog steeds. Alleen hebben we het helemaal vernieuwd voor jullie. We hebben er een heel nieuw gebouw van gemaakt. Een nieuw brugklasgebouw. Speciaal voor onze groep achters die volgend jaar hier naar de brugklas gaan. Zodat jullie een heel kleinschalige omgeving stapsgewijs kunnen wennen aan het voortgezet onderwijs. En je niet meteen in de grote school komt. En dat lijkt ons een goede gedachte. Als kind beleef je zo'n overstap als best wel lastig. Dat snap ik wel. Ik kijk dan ook even terug naar deze foto. De foto waarin ik zelf nog op de basisschool zat. En misschien moeten de ouders dat ook doen. Dus even terugdenken aan de tijd dat je zelf op de basisschool zat. En dat je zelf de stap maakte van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. En dan zie je, en dan bedenk je ook, dat er heel wat verandert. Er zijn veel veranderingen. Toen ik zo oud was, toen dacht ik, misschien wil ik wel profvoetballer worden. Ik had zo'n heel klein boekje. Het was al vanaf mijn kleutertijd. En in dat boekje stond, als ik later groot ben, weet je wel wat ik dan word? En piloot wilde ik worden. Arts, bakker, schilder, alles had ik bedacht. Ook leraar, misschien jullie ook wel. Als je op je basisschool zit, dan is dat overzichtelijk en vertrouwd. Je kent iedereen. En als je iedereen kent, dan kun je ook samen heel veel leuke dingen doen. Op het schoolplein ontmoeten jullie elkaar en daar spelen jullie. En spelenderwijs leren jullie elkaar daar kennen. Kijk nu naar de brugklassers van nu. 6 maanden geleden zaten zij nog op de basisschool. En heel zelfbewust stappen zij nu het schoolplein hier op en af. Het spelen is veranderd. Dat is chillen geworden. En daarom is het Rijks, zoals het er nu nog steeds is, ook heel belangrijk dat je daar vloeiend de overstap kunt maken. In een hele kleinschalige omgeving. Dat je snel went aan je school. En dat is ook onze bedoeling. Je zit in jouw klas, met jouw mentor en met jouw klasgenoten. Er zijn 8 docenten die jou lesgeven. En samen vormen jullie de school. En zeker in het begin is dat heel belangrijk. De school is net zo groot als de klas waarin je zit. Je krijgt een eigen fietsplek, een eigen overblijf en een eigen kluisje. En nu ook nog een eigen gebouw. En op die manier blijft de school voor jullie heel klein. En kun je stapsgewijs wennen aan de wijze van werken in het voortgezet onderwijs. En in het overblijf ontmoet je de andere kinderen van je school. Kinderen die toevallig nu niet bij jou in de klas zitten, maar die wel op school zitten. Je ontmoet weer nieuwe kinderen. En zo leren jullie elkaar kennen. En dat is fijn. Een andere verandering die jullie mee gaan maken, is dat je vaak wat verder moet gaan reizen naar school. Je gaat of op de fiets of met de bus naar school. Sommigen te voet, maar dat zijn er niet zo heel veel. We zorgen er dan ook voor dat de fietsverbindingen veilig zijn. Dat overleggen we met de verschillende gemeentes, de oversteekpaden worden bekeken, de oversteekplaatsen, de stoplichten, maar ook de routes van de bus en de stopplaatsen en de tijden van de busverbinding.
En we zorgen dat die busverbindingen voortdurend aan blijven sluiten op onze schooltijden. Dat lukt niet altijd, maar meestal wel. En als het niet lukt, dan passen we daar samen een mouw aan. Als je op het basisschool zit, dan ben je vooral bezig met rekenen, met taal en een weektaak. Een weektaak voor alle vakken. In het voortgezet onderwijs verandert dat. Er zijn vakken, er zijn studiewijzers en er zijn opdrachten, praktische opdrachten waarmee je aan de slag gaat. Omdat wij weten dat dat voor jullie een verandering is en je huiswerk gaat krijgen, dus je moet ook thuis dingen doen, gaan wij stapsgewijs onze aanpak veranderen. Dus in het begin proberen we zoveel mogelijk op dezelfde manier te werken als in de basisschool. Maar stapsgewijs gaan we naar de werkwijze van het voortgezet onderwijs toe. Wie kent niet de uitspraak van Pippi Langkous? Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Makkelijk gezegd, maar niet voor iedereen zomaar weggelegd. Niet iedereen van ons heeft het lef en de durf om te doen wat hij nog niet kan. Daarvoor is vertrouwen nodig. Daarvoor is een veilige omgeving nodig. Daar is een omgeving voor nodig waar je niet bij wordt uitgelachen. Een omgeving waarin je je prettig voelt en waarbij je fouten mag maken zonder dat iemand je uitlacht. En daarom is het voor ons heel belangrijk dat jij in die omgeving dat durft te doen. En dan geldt die uitspraak natuurlijk wel, als je durft. Wij bouwen dan ook samen met z'n allen letterlijk een muur tegen het pesten. Een muur waarin we samen zeggen, we zijn er voor elkaar. We ondersteunen elkaar. Je mag zijn wie je bent. Je mag zijn hoe je bent. En omdat we elkaar niet pesten, maar vooral elkaar steunen, vormen we hier op school samen een oase. Om samen een plek waar je lekker kunt vertoeven en leren. En dat is fijn. We zorgen er ook voor, en misschien vind je dat minder leuk, dat je niet verdrinkt in je mobiel. Want dat doen sommige kinderen. Altijd de mobiel aan. De mobiel gaat bij ons op school, in de les, in het hotel. Daar staat hij even rustig uit te rusten en kunnen jullie je concentreren op je schoolwerk. En we leren je ook wat je nou wel en niet moet doen op je mobiel. Hoe dat dan werkt. Er zijn dingen die kun je maar beter niet doen. En voor de ouders hebben we specifieke avonden waarin we de ouders uitleggen hoe zij daarmee om kunnen gaan. Het Rijks is namelijk een veilige plek voor iedereen. En dat willen we ook blijven. Met leraren die jou zien. Die zorgen dat jij gezien wordt. Die jou kennen. Die jou inspireren in hun lessen. Lessen waar je ook mag ontdekken. Waar je mag onderzoeken. Waar je mag kijken, wat vind ik nou belangrijk om te weten en te kennen en te kunnen? Het is ook belangrijk dat je het beleeft. Werken en leren en ervaren, dat is wat wij steeds denken. Daarom hebben we het ook over echte vraagstukken. Vraagstukken die in de echte wereld aan de orde komen. Zoals het klimaat, zoals oorlog en vrede, zoals vluchtelingen. Zoals hele technische dingen. Hoe ga je om met technologie, met robotica? Maar ook nieuwe dingen. Nieuwe dingen als kunstonderwijs, waarbij je digitaal muziek wordt gemaakt. En ga zo maar door. Alles is in het echte leven ook te zien. Iedere leerling krijgt dan ook een Chromebook. Elke leraar heeft een laptop. En we hebben dus ook digitale methodes. En dat is belangrijk. Een goede digitale leeromgeving. En daarnaast hebben we ook gewoon leerboeken. En een pen, een papier. Want jongens en meisjes, wie schrijft, die blijft. Onze docenten zijn zorgzaam en letten op je. Dat had ik ook al gezegd. Ze leren ook van jou. En dat is nog veel belangrijker, denk ik. Zij snappen ook wel dat jij weer nieuwe dingen kunt bedenken. En dat jij als jong mens ook een heleboel dingen weet en hebt meegemaakt. En soms anders tegen dingen aankijkt. En omdat je van elkaar leert, voelt dat heel snel vertrouwd en veilig. En voel je ook dat je gezien wordt. Mensen zijn namelijk allemaal uniek, allemaal verschillend. En we leren dan ook allemaal op verschillende manieren. Je hebt heel veel verschillende kinderen. Je hebt nieuwsgierige kinderen, kinderen die alles willen weten en alles willen uitzoeken. Je hebt creatieve kinderen die dingen willen maken, die dingen anders willen doen dan anderen. Die oplossingen verzinnen waar niemand aan dacht. Je hebt kinderen die de wereld willen zien, die willen weten hoe het eraan toe gaat. Waarom er oorlog is, waarom er vrede is, waarom het klimaatvraagstuk niet wordt opgelost. Die andere mensen wil ontmoeten, die op een hele andere manier leven.
Er zijn kinderen die zijn vooral bezig met sport en met spel. Ze zijn heel sportief en zou hij eigenlijk liever een hele week dat doen. Er zijn ook weer andere leerlingen die een bepaalde sport heel goed willen kunnen. Die zijn atletisch en die leggen de lat voor zichzelf heel hoog in alle opzichten. Er zijn probleemoplossers. Leerlingen die niks anders liever doen dan probleempjes oplossen die er in de wereld zijn. En hoe pakken we dat aan? Technische vraagstukken, maar ook maatschappelijke, sociale vraagstukken. Van hoe maak je vrienden? En waarom komt het dat de een nou eens down is en de ander juist helemaal up is? Hoe kan dat nou allemaal? Dat zijn ook hele interessante dingen. Je hebt kinderen die zelfstandig willen denken, zelfstandig kunnen denken en daar heel ver in gaan. Zo goed kunnen denken dat ik het ook niet eens bij kan houden. Je hebt kinderen die behoefte hebben, behoefte aan hulp. Ook dat is belangrijk. Ben je dyslectisch of faalangstig? Ben je hoogbegaafd? Of ben je juist angstvallig? Heb je examenvrees? Al die kinderen hebben behoefte aan ondersteuning. Die willen wij helpen. En tenslotte heb je natuurlijk de regelaar. De leerlingen die van alles willen organiseren. De schoolfeesten, de leerlingvereniging, de Sinterklaasactiviteiten, de kerstactiviteiten, de goede doelenacties, de regelaars van de school. Zij doen de school er een beetje bij. En hoe gaan wij daar nou als school mee om? Hoe spelen wij daarop in? Nou, dat kun je zien in het volgende filmpje. In het volgende filmpje laten we zien hoe de brugklassen in het Rijks in elkaar zitten en wat je daar kunt leren.